Vartex Aviation Suriname is vanaf vandaag officieel gecertificeerd om piloten op te leiden. De organisatie kreeg vanmorgen de Approved Training Organization documenten uit handen van de CASA's. Zij worden hiermee de eerste vliegschoolinstelling in Suriname. Volgens CASA's-inspecteur Dennis van Genderen betekent dit dat Vartex de eerste goedgekeurde vlieginstelling is in Suriname. Vartex mag volgens de wet en regelgeving officieel vlieglessen verzorgen. Als lid van de International Trade Organization ITO weet ieder in de luchtvaartsector dat het een grensoverschrijdende sector is. Wat inhoudt dat u in de positie bent nu om uw vleugels uit te slaan ver buiten de grenzen van Suriname. U kunt associatieverdragen aangaan met internationale luchtvaartorganisaties zoals de IATA. Diploma's van alle door u verzorgde opleidingen, indien gecertificeerd, zijn ook geldig in het buitenland. Dat wil zeggen, u hebt als Aviation Academie hebt u de ruimte om te expanderen in verschillende trainingen. Het kunnen DG zijn, het kunnen security trainingen zijn, het kunnen mechanische opleidingen zijn, misschien zelfs in de luchtverkeersleiders. I name it. Alles wat door de wet en regelgeving gaat en wordt goedgekeurd, dat mag u doen. Een heel emotionele Gilbert Samuels, directeur en oprichter van Vartex Aviation Suriname, geeft aan dat het jaren heeft geduurd om op dit punt te komen. Samuel verzorgde al vanaf 2016 privévlieglessen in Suriname. Het idee ontstond in 2009 toen hij erachter kwam dat je alleen een private pilot license in Suriname kan halen met lessen verzorgd door buitenlanders. En ik had altijd dit van, waarom zijn die deskundigen alleen naar het buitenland? Wie zegt dat wij hier geen deskundigen hebben? Wie heeft dat bepaald? Weet je? En we gaan dat keren. En we gaan zorgen dat mensen naar hier komen voor opleidingen. Maar om dat te doen, moesten we natuurlijk ook zorgen dat we op zodanig niveau zijn. Want zeggen dat je het gaat doen en het doen, is niet hetzelfde. En zoals meneer Van Gender heeft gezegd, een team bestaat niet gewoon uit een groepje mensen. Deskundigheid. En we zijn het gaan kweken voor jullie om te weten. Ik heb niet zomaar een paar mensen geplukt. Mijn instructeurs bestaan uit mensen die hier jaren mee lopen. Waaronder Prowish, die vandaag de chief instructor is. Vanaf zijn 14e hier is. En inmiddels zijn we 21, hè. Vartex Aviation Suriname is nu niet alleen een vliegschool, maar een vliegacademie waar verschillende luchtvaarttrainingen worden verzorgd.